Microphone check, 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 check. Hola, señor. Alvast een kleine verrassing. Kijk deze video helemaal af, want aan het eind van deze video komt er een giveaway. Hallo dames en heren. Vandaag een hele speciale video. Het is namelijk het moment dat ik de 500 abonnees heb bereikt. 500 abonnees! Ik had het wel een klein beetje gehoopt, maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik al zo snel 500 abonnees zou hebben. Jullie zijn allemaal echt geweldig en ik ben jullie enorm dankbaar. Met z'n allen houden we dit vol. Ik word er steeds en steeds meer en ik ga gewoon steeds en steeds leukere video's voor jullie maken. Dus ik ben echt ongelooflijk blij dat dit gebeurd is. In de rit naar de 500 abonnees is er ongelooflijk veel gebeurd. Bij mijn persoonlijke leven, bij Freestyle Motion. En het leuke van dat ik video's maak, is dat ik alles wat er gebeurd is weer terug kan zien. Dus als ik denk, wat was er toen die dag ook weer aan de hand? Dan ga ik even de video opzoeken en dan 9 van de 10 keer staat er wat over online. Vandaag een speciale video en natuurlijk omdat ik die 500 abonnees heb behaald. Ik ga reageren op oude filmpjes van mezelf. Ik ga gewoon even reageren, kijken wat ik doe, hoe goed ik toen was, hoe ik nu ben, wat het verschil is. Ik denk dat het echt wel leuk is om te zien. Ik heb wat filmpjes van mezelf gevonden. Van 2011, 2012, 2013, 2014 en 2016. 2015 heb ik volgens mij onder een steen gelegen, want ik kon er even niks van vinden. Maar die jaren gaan we allemaal even op terugkijken. Laten we er maar mee gaan beginnen, want ik ben erg benieuwd wat ik in die jaren allemaal kon. Oké, we beginnen met 2011. JFF Freerunning. Dat was een beetje het team dat we toen hadden. Ja, dat was nogal cool om een team te bedenken. De video die duurt 3 minuten. Ik denk niet dat we al 3 minuten gaan kijken. Het intro duurt al te lang eigenlijk. Hey, dat is Mike. Super mooie slow-mo's aan dit. Ja, dit is echt high quality. Maar ja, toen de tijd was ik meer bezig met het freerunnen dan het filmen zelf. Hey, daar ben ik. Ik kon me toen al niet gedragen natuurlijk. Mijn stiefbroer, ja, die deed toen ook nog wel eens een salto. Huppatee. Nou ja, je ziet waarschijnlijk wel dat ik toen nog niet zo heel veel ervaring had in het maken van video's. Maar ik deed het wel. Het is alleen niet echt een heel groot succes. Allemaal basic flips zijn het, ja. Ik kwam ook niet echt hoog of zo. Nee, het is allemaal een beetje matig. Mike landt een backflip met zijn handen. Ik heb Mike in de afgelopen 5 jaar nog nooit een backflip zien landen vanaf een randje met zijn handen op de grond. Ja, we waren toen, het niveau was toen wel een stukje lager. Dit waar we trainen is trouwens de spin. Dat zit hier achter in het park. En dat is een soort van klimwerk, klimrek-achtig iets waar je op kan klimmen. En daar sprongen we toen van af, want die touwen die erop zitten, die veerden heel erg. Nou, dat was een unieke. Dat was natuurlijk een super trainingslocatie voor ons, want we hadden wat vering zodat we de salts wat makkelijker konden doen. We hadden een randje in het grin zodat we wat zacht konden landen. Er zat gras omheen, dus het was echt een hele mooie plek om te trainen. Als het goed is, moeten hier ook ergens filmpjes tussen staan dat wat dingetjes doen buiten deze cirkel om. Ja, kijk hier. Oh, dit is een fancy shot hoor. Huppatee. Ja, ik deed een handstand van een prullenbak af. Dit was in ieder geval een stukje van de video van 2011. Ik was niet heel goed nog. We konden in ieder geval wel wat salto's. En het grappige is dat je al ziet dat in 2011 waren we hier al zo erg mee bezig. Het is nu 2017, 6 jaar terug. Maar we deden het toen al een jaartje of 3. Dus dit zijn niet eens de eerste beelden van ons. Dit zijn al toen we al een jaartje of 3 bezig waren. Had je me wel beter verwacht, hè? Hier zijn wat beelden uit 2012. En in 2012 ben ik op vakantie geweest naar Frankrijk. En daar heb ik een kleine video van gemaakt. Hier was ik al wel wat beter. Oh. Dit is maar 1 video. Ik dacht dat ik de video van Frankrijk had gevonden. Laat ik daar even naar op zoek gaan. A few moments later. Oké, helaas dames en heren, ik kon de video van Frankrijk niet. Straaljagers. Ik kon de video van Frankrijk niet vinden, alleen dit kleine stukje wat we hier hebben. Het is een ongelooflijk vette gainer van iets hoogs af. En wat natuurlijk het grappige is aan deze video, achter op de achtergrond staat er een mevrouw te kijken en die denkt,
Hey, dat kan ik niet meer. Maar in 2012, hier heb ik toen veel getraind op vakantie. Was een leuke plek om salto's vanaf te doen. Hier heb ik een filmpje uit 2013. En in dit filmpje doe ik mijn allereerste cork. Nou, een cork is een salto waarbij je jezelf in de lucht schopt, een hele schroef doet en weer op je voeten landt. Zo doe ik hem nu. Ik doe hem nu in ieder geval wel een stuk beter, maar in 2013 heb ik hem voor het eerst gedaan. Dus ik ga eens even kijken hoe hij er toen uitzag. Ik weet nog wel dat ik enorm blij was dat ik mijn spijkerbroek deed. Ja, het was best een mooie kork. Nog even opnieuw afspelen. Het waaide hard, maar ik heb hem toch best goed gedaan. Dus ik ben wel blij. Zo startte ik met mijn tricks. We deden hier bij het Geesemer Ambacht. Dit is waar we nu waren. Daar had je van die mooie randjes. En daar konden we eigenlijk allerlei tricks van afgooien. En daar heb ik dus ook mijn eerste kork gedaan. Maar ook wel meer van mijn eerste tricks. Bijvoorbeeld dubbele schroef, dat soort dingetjes. Heb ik eigenlijk op dat soort plekken voor het eerst gedaan. Dus dat zijn toch wel gave herinneringen voor mij. Het volgende filmpje komt uit 2014. En in dit jaar heb ik mijn elleboog uit de kom gehad. Ik was gevallen tijdens het trampolinespringen. Dus mijn elleboog uit de kom gegaan en een stukje van mijn bicep ingescheurd. Dus het was een aardige blessure. Je ziet zo meteen in het filmpje ook dat ik nog met een brace om mijn arm zit, zodat het een beetje versteviging. Maar de tricks lukken gelukkig wel al snel weer, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben wel benieuwd wat ik in dit filmpje allemaal ga doen. Kijk, hier gingen mijn korks al een stuk hoger en een stuk beter. Er zit altijd verbetering in natuurlijk, maar ik kon hem wel al. Card full denk ik. Ja, nice. En dit was echt mijn trickingperiode. Hier was ik me volledig aan het focussen op de tricking. Ook wel een beetje trampoline springen denk ik, maar voornamelijk tricks op de vloer. Ja, dat ging toch wel de goede kant op. Je ziet ook met mijn armbrace, ik kon gewoon arabiers maken. Ik kon eigenlijk gewoon alles doen. Het zijn wel hele trage slow-mo's trouwens, maar ja. Ik was blij dat het toen de tijd allemaal gewoon de goede kant op ging. Ik ben toen die tijd denk ik 7 maanden echt geblesseerd geweest. Ik heb er nu zelfs nog last van. Als ik nu iets heel lang moet tillen of heel lang met deze arm deze beweging maak, dan krijg ik hier aan de binnenkant van mijn elleboog krijg ik toch een beetje een stekend gevoel. Dus dat is niet zo prettig. Maar ja, het hoort erbij als je zo'n heftige, serieuze sport doet. Het zijn allemaal wel erg korte filmpjes, maar het is gewoon even om een beetje een indruk te geven van wat er in de jaren zo verbeterd is. En het filmpje 2011 was wat langer. Dan zie je ook een beetje goed hoe ik toen eigenlijk begon. In 2011 was het echt toen waren we al echt bezig, maar dat was wel echt de start van de start. Dus de allereerste filmpjes, toen waren we echt serieus mee bezig. Voor 2011 waren we gewoon aan het klooien en dan noemden we het wel freerunnen, maar we deden gewoon ons ding. Dus ik ben er wel een stuk langer mee bezig, maar 2011, toen ging de shit pas echt aan. En het laatste filmpje dateert uit het jaar 2016, vorig jaar. Toen trainde ik nog erg veel in Amsterdam, had ik ook wat meer tijd over naast Freestyle Motion. En toen trainen we voornamelijk op de trampoline. En wat het leuke is daar, is de trampolines in Amsterdam waar ik trainde, dat waren Eurotrams. En die zijn namelijk een stuk groter dan de trampolines waar ik nu op train met Freestyle Motion. Die springen ook een stuk hoger, dus je hebt ook een veel hoger dak nodig. En de controle op zo'n trampoline is heel anders. Die controle ben ik nu wel een beetje kwijt. Maar toen de tijd had ik het aardig onder de knie. Dus ik ga eens even kijken naar een filmpje van vorig jaar, hoe dat in zijn werking ging. Dubbel ball out naar een 360 front ball out. En nog een dubbel bal eraan. Ja, dubbel bal out was wel een beetje mijn trick. Dubbel bal out. Tjoekenharen vanaf mijn rug. Dubbel back. En dubbel kaboom. Dubbel kaboom. Ja. Kijk, nu komt mijn triple bal out. Hier ben ik heel erg trots op. Dit is echt 1, 2, 3. Ja. Die triple bal out heb ik denk ik 3 of 4 keer in mijn leven gedaan. En daar ben ik echt ongelooflijk blij mee. Dat vind ik zo'n moeilijke truc. Ik denk dat ik hier achter op mijn hoofd ook een beetje kaal ben. Omdat ik door die triple ball-out net met mijn hoofd over de trampoline schaalde. Dus al die haren er werden uitgetrokken. Nu gaan we even kijken wat er na die triple ball-out komt. Oké, jongen. Even kijken. Oh, deze is ook wel een vette. Dit is mijn 360 front. En dan nog een front erachteraan. Dus je gaat vanaf je rug. Een hele schroef. Doe je nog een frontflip en dan land je op je rug. Na Tsukahara. En toen wou ik eigenlijk dubbel back doen. Ik kan me dit moment nog herinneren, maar ik kwam er gewoon niet uit. En met zo'n trick moet je echt heel erg gefocust zijn op dat je die 360 goed maakt. En daarna snel die dubbel ball out doet, want anders land je gewoon op je nek.
Als je mijn Instagram checkt, dan kan je nog meer films van me vinden. En dat zijn allemaal wel relatief nieuwe filmpjes, dus van de afgelopen tijd. En dan kan je ze gewoon even checken. Zo zijn we bij het einde van deze video aangekomen. Maar voordat ik deze video ga afsluiten, wil ik jullie nog één ding vertellen. Ik ga namelijk een nieuwe giveaway doen voor 2 vrije kaarten van Freestyle Motion. Met die vrije kaarten kun je 1 uur lang komen trampoline springen tijdens een vrijspringuur. En je kan een vriend meenemen, want je hebt er 2. Wat moet je doen om die vrije kaarten te kunnen winnen? Je moet sowieso geabonneerd zijn op mijn kanaal. Je moet deze video liken en zet in de comments waarom jij die vrije kaarten graag wil. Ik wil jullie ideeën horen, wat je zo leuk vindt aan Freestyle Motion, waarom je er naartoe wil. Laat het me weten en misschien maak jij wel kans op 2 vrije kaarten voor Freestyle Motion. Dank jullie wel voor de 500 abonnees en dank jullie wel voor het kijken naar weer een nieuwe video. Vond je deze video nou leuk? Geef hem even een like en vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. Doei! MC's in the postmortem. Money ain't a thing, if I got it I won't spend. All I got is my prose, I don't need no friends. Feel like this glory road is coming to an end.